Karsten, welkom terug bij Witchking 98 Gaming. Hier is weer eindelijk een nieuwe video. En zoals je kan zien, het is Most Wanted. Er is een nieuwe game bijgekomen in mijn prachtige collectie. Dat is Need for Speed Most Wanted. Die kwam ik tegen op Origin. Die was tijdelijk voor, ja, op onze kosten. Je weet wel van Origin, dus kan je gewoon spellen downloaden en hoef je niks voor te betalen. En daar zijn vaak nog wel hele goede. Ik heb zelf de game ook wel thuis, dus op het DVD, maar er is vroeger iets fout gegaan met installeren, dus die kon ik in ieder geval niet meer bespelen. Maar deze gelukkig wel. Dus gaan we eens even kijken. Voor degenen die het kennen, dit is Most Wanted, dit is ik weet niet precies. Welk hoeveelste deel, maar wel deel 5 of 6 of zo uit de nieuwe Speed serie. Het is een van de betere spellen, komt uit 2012. En ik heb echt alles op het donders oog staan. Dus zoals je wel kunt zien, het ziet er haarscherp uit. Het is echt niet normaal. Geweldige graphics. Dus ik wil jullie snel eventjes rondleiden. Want dit neemt me wel een video waard. Even rustig aan doen. Nou, zoals jullie weten, het is alweer een tijdje geleden dat ik een game video had geüpload. De laatste twee video's, dat waren video's van mijn optreden met mijn band. Full House. In Almelo. Wat ook geweldig was. Die is ook mooi veel bekeken, al meer dan 130 keer. Dus ga ze door. En subscribe natuurlijk zo snel mogelijk, want dan krijg je nog zeker wel veel meer van deze filmpjes te zien. En waarschijnlijk ga ik ook drumcovers maken. Ik ben nu een beetje aan het uitzoeken van hoe ik dat nou ga doen. Met de camera en zo, en met opnemen. Maar dat zou wel goed moeten komen. Ik doe het op een elektrische drumstel. Dus niet op een echt drumstel. Maar dat maakt het natuurlijk nog wel... Ja, alsnog ook wel heel erg leuk om zo'n drumcover te bekijken. Dus dat kan je ook binnenkort op dit kanaal verwachten. Maar dat is toch genoeg nieuwtjes. Eerst maar eens lekker racen. Wat een donders mooie bak ik hier ook heb. Oh, 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 oh. En het rijdt zo heerlijk. Alleen, ik kan echt niet sturen. Oh. Je doet het alsnog met de controle, maar ja... Het wordt realistischer, hè? Dus je moet ook heel goed nadenken van wanneer moet ik nou weer gas geven en wanneer moet ik nou weer remmen. Oh, en crash. Dat was een grapje. Ah. Oké, ik heb even gewacht totdat het weer licht was. Want dan kan je alles wat beter zien. Het was net donker. Normaal ben ik niet zo van de Need for Speed spelen, maar... Vooral dit, en wat er vroeger ook nog was, Need for Speed World, dat vond ik geweldige spellen om te doen. In wat voor auto's je allemaal komt, wat je allemaal kon behalen. Dat is echt fantastisch. Maar zoals je kunt zien, je kan donders mooie karren krijgen. Moet je er wel voor sparen natuurlijk, en dan moet je de ruilplekken vinden. Daar kan je dan de auto omruilen. Ik zou nou eens even eentje opzoeken. Aan de kant nog rol. En aan de Winky Way. Oh, zulke nummers, dat denk ik. Moet dat er nou echt bij? Daar word ik echt niet van. Dan luister ik liever naar Muse of naar Green Day. Die nummers heb je hier ook op. Kijk, waar zit die ook alweer? Oh ja. Nee. Nou ja. Dan kijken we daar zo wel even naar. Kijk, hier is een ruilplek. Een Ariel. Oh, deze karren zijn zo geweldig. Daar komt hij, jongens. 3, 2, 1. Oh,
Kijk dan hoe snel. Binnen nauwelijks 10 seconden al meer dan 200 km per uur. Geweldig. Heerlijke kar dit. Nee, dat zijn van die typische Formule 1 wagens. Nee, dat was ik met al die andere auto's. Dus. Ja, zo, even andere nummers. Hier, Green Day. Heel leuk nummer dit. Ik zal de link van dit nummer in de description zetten. Daar kan je hem op luisteren, want dit is echt een heerlijk nummer voor Green Day. Dus, oké, gasten, ik ben nu beland bij de Nissan. Maar dat is dan ook een hele mooie. Maar ja, wat is nou Need for Speed zonder racen? Zonder racewedstrijden? Laten we dat nou eens even nu gaan doen. De Chevrolet Corvette ZR1. Shit, en dan zei ik net Nissan. Nah, sorry, niet bedoeld. We gaan maar eens even een race volgen. Natuurlijk even simpel. Want ik ben zo goed. Oké, jongens, ik ga nu deze race beginnen. Eens kijken wat we ervan kunnen maken. 2 minuten 17. Ach, zo makkelijk te doen moeten zijn. Speedwall. Ja, speed heb ik wel. Vooral met deze karren. Dat is ook zo geweldig in dit spel. Je kan zo lekker uitleven in auto's. Rijden wat je maar wilt. Nou, eens kijken wat het ervan wordt. Joehoe. En zo maar door. En je staat alweer. Zesde. Vijfde. Vierde. Dat is wat minder. En je staat weer tiende. Nou, mooi is dat. Nou komt hij in een race, jongens. Nou komt hij. Daar heb ik geen last meer van. Hoppa, die is weg. Ronde 2, dames en heren. Daar komt ie. Hoppa. Je moet goed opletten deze kant op. Dit is het lastigste stuk. Come on. Dat kan beter. Nee. Oh, wat geluk. Come on. Ja hoor. Hoppa. 2 minuten 4. Nou, dat is toch ietsje sneller dan mijn vriend. Jammer dan. Aha. Verslagen. Oké, jongens, ik ben overgestapt op Bentley Supersport. Supersport ISR. Een nieuwe auto van mij. Die had ik nog niet in mijn garage staan. Dus kijken hoe deze ruikt. Oh, het trekt mooi op. Hij trekt mooi op. Oh,
afgeleund. Lekker, lekker. Hij stuurt ook fijn. Ah, sorry, maar... Oh, ziet die slip, jongens! Geweldig! En hij ziet er ook mooi uit. Ik ga het hierbij laten. Dit was het dan even voor vandaag. Volgende keer krijgen jullie waarschijnlijk weer een FIFA video te zien. Of misschien wel een drunkoffer. Ga even uitpluizen hoe ik dat ga doen. Moet ook tijd voor remmen. Want ook school zit er weer eens een keer tussen. Met allemaal essays en maakopdrachten. Geweldig jongens, de avond. Maar ja, ik heb het er wel naar mijn zin. En daar gaat het om. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Geef een blauw duimpje. Subscribe. Want dat is ook heel erg nodig. Ik verzeker jullie dat er heel veel leuke video's komen. En dan check ik jullie later. Joe.